En daarom ben ik zo blij dat we dit gemaal nu renoveren, zodat we dit gebied, dit mooie gebied, dit mooie landbouwgebied, maar ook bestedelijk gebied, op een goede manier van voldoende water kunnen voorzien en voldoende water kunnen afvoeren. We zijn hier met de renovatie van het gemaal Kromstrijen bezig. We maken hem sterker, we maken hem groter om veel water af te kunnen voeren en water aan te kunnen voeren. En dat betekent dat de Torensteenpolder en de Hogezandse polder, die gemalen komen dan te vervallen. Dit gemaal maken wij duurzaam door de dieselmotoren die al 50 jaar oud zijn te vervangen door een elektrische motor. Wat nog aardigheidje is om te melden is dat we ook de gemaal vis passeerbaar maken, zodat de vissen op een goede manier van binnen naar buiten kunnen. 2-3 jaar geleden zijn we al begonnen met het aanleggen van bredere sloten, opknappen van duikers en dergelijke. Daardoor hebben we al een hevel waardoor water van buiten naar binnen gebracht wordt, aan de torensteekkant ingebracht, zodat we de doorstroming van het water in dit gebied, in de omgeving van Numersdorp, waar woningbouw en landbouw samengaan, voldoende georganiseerd is. Ja, en uiteindelijk, als dit gemaal dan straks ook in orde is, ja, dan hebben we de zaak voor elkaar, want dan kan het ook weer de polder uit. En dan hebben we een mooi rondje gemaakt met water in de polder.